Spakenburg nu vandaag. Rabo Samen Sterker Fonds. Interview Pedicure. Op 19 april zal er een lezing gehouden worden over kunst en Spakenburgse diva's in Bibliotheek Nijkerk. De inloop is vanaf 19:30 en de lezing zal om 20:00 beginnen. Hans Lemmerman komt dan vertellen over de unieke kunstprojecten van Het Wilde Oog. Het is leuk, interessant en zeer inspirerend voor creatievelingen. Kaarten zijn te bestellen via www.bibliotheeknijkerk.nl. Binnenkort zal er een uitgebreid item te zien zijn over het Medisch Voetenhuis op de hoek Spuistraat-Kuiperstraat. Ik sprak met medisch pedicure Margreet Geitenbeek. Nu alvast een klein stukje van het interview. Nou, lekker zitten. Nou, zullen we eerst de zonnebril even uitdoen? Ja. Anders zien we niks. Ja, als medisch pedicure kijk je ook nog extra naar de conditie van de huid. Vooral bij mensen met diabetes, mensen die een chemokuur doen. Mensen in zogenaamde risicogroepen. Je kijkt eigenlijk naar de kleur van de huid. Je voelt de temperatuur van de huid. Je kijkt of ze ontsteking gevoelig zijn. Daar pas je ook je behandeling op aan. Dat is heel belangrijk, want je kan heel veel schade aanrichten. Je kijkt naar de conditie van de nagels. Kijk, je ziet hier... Dit kan eigenlijk al een trigger zijn voor een diabetes, dat het door gaat lopen. Want een voetschimmel, ja, dat kan een ringworm worden, noem maar op. En dan kijk je ook naar de rest van de benen. Dan vraag ik de mensen ook om de broek wat omhoog te doen, zodat ik daar ook naar kan kijken. En eventueel verwijs ik de mensen dan door naar een podotherapeut, mocht het heel ernstig zijn. Ik wil straks nog een paar hele ernstige nagels zijn, die dus echt in samenwerking met een andere discipline behandeld moeten worden. Je kan ook altijd aan de voedsel kan je zien hoe het afwikkelpatroon is van de mensen. Je kan zien bij Agnes dat zij voornamelijk hierop afwikkelt. Zij heeft daarom ook vaak last hier van die voedsel. Mensen klagen dan ook over prikkelende benen. Nou, als je een diabetes hebt of een reumapatiënt, dan is dat vaak helemaal zo. Dan is het heel belangrijk dat je kijkt of dit niet te veel druk krijgt in de schoen. Als medisch pedicure ga je dan druk vrijleggen met eelt. Je let op de groei van de nagels. Groeien ze niet in? Eventueel plaats je er een nagelbeugel op. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die een basis pedicure niet aanbiedt. En die je als medisch pedicure echt extra moet leren. En ja, waarbij ook weer gelet moet worden op de conditie van de patiënt. Mag je op de huid plakken? Als de huid zo dun is, zou je je voor kunnen stellen dat dat niet kan. En ook dan verwijs je iemand weer door naar een podotherapeut. Dat zijn allemaal dingetjes waar je op moet letten. Je had het net over nagels die, of tenen die te dicht bij elkaar kunnen staan. Als we dat nou hier bekijken. Als je dat nou hier bekijkt, dan zou je zeggen dat dit een hele goede plek zou zijn voor een likdoorn. Je kan zien, dit staat nu al dicht op elkaar. Gaat het in de schoen, gaat het automatisch zo. En dan zie je dat het hier sluit, dat hier nog een opening tussen blijft. Dus dit is én een risico voor een voetschimmel, maar ook een risico voor extra drukplekken. En ja, dan moet je heel goed in de gaten houden. Worden dat geen wondjes? Dan kan je ook nog een orthese aanmeten. Een simpele orthese hiertussen kan al heel veel verlichting geven, waardoor de drukplekken ook verdwijnen. En het voordeel van een orthese is dat hij niet plakt, maar dat hij ertussen gaat. Maar een nadeel is weer dat hij breder wordt in de schoen. Vaak verwijs ik door naar een podotherapeut, omdat die daar gewoon echt veel meer van af weet dan dat ik er van af weet. En met de podotherapeut communiceren we goed. Dan hebben we ook mondeling contact, maar ook via digitaal contact, veel via de mail. En dat werkt heel goed hier met de plaatselijke podotherapeuten. Ja. Kijk, en mocht je nou ook last hebben van een likdoorn tussen de tenen, dan behandel ik de likdoorn niet. Dan maak ik eerst een orthese en dan komt de afdruk van de likdoorn, die komt in de orthese. Dan behandel ik vervolgens de likdoorn en dan boor ik een gaatje in de orthese, waardoor de drukplek volledig weggenomen wordt en de likdoorn ook volledig kan herstellen. En dat is ook iets wat je als medisch pedicure echt extra
moet leren. Al ben ik er heel voorzichtig mee. Omdat een podotherapeut er veel meer mee weet. En je kan ook heel veel schade aanrichten als je een orthese verkeerd aanmeet. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee. Maak daarom alleen simpele ortheses. Want ik vind, schoenmaker hou je bij je leest. Margreet, wat is een medisch pedicure? Een medisch pedicure is eigenlijk een basispedicure die zich gespecialiseerd heeft. En dan moet je denken, gespecialiseerd in het druk vrijleggen van drukplekken, het aanleggen van ortheses, het plaatsen van nagelbeugels. Ook het doen van een voetonderzoek is als medisch pedicure een plus. Je kan een vaatonderzoek doen met een doppler. Dat zijn allemaal dingen die je leert als medisch pedicure. Toen ik nog geen medisch pedicure was, wist ik veel minder dingen dan dat ik nu weet. En dat merk je dan ook bij je cliënten. Cliënten die al jaren bij me kwamen met bijvoorbeeld een voetschimmel, ernstige kloven. Dat bleek later dus gewoon een voetschimmel te zijn. Dus ik behandelde wel die kloven, bijvoorbeeld. En dat ging dan wel goed, maar na 6 weken zaten die kloven er weer net zo erg pijnlijk. Maar wat leer je dan als medisch pedicure? Ja, kijk, daar kan ook een schimmeltje in zitten. Ga eens proberen om daar een crème op te smeren. En wat zie je dan? De kloven verdwijnen. En daar zijn de mensen gewoon heel blij mee. Nou is het zo dat de medisch pedicure vaak mensen behandelt die systemische klachten hebben. Waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken? Dan kan je aan denken natuurlijk aan mensen met diabetes, reuma-patiënten. Maar je kan ook denken aan mensen die chemotherapie volgen. Oudere mensen, mensen met spasticiteit. De verwaarloosde voet kan je aan denken. Ik heb nog een hele mooie foto met een goed voorbeeld van een zeer verwaarloosde voet. Dat is echt een cliënt van mij. Dat is niet te geloven. En hoe komt iemand dan aan zo'n verwaarloosde voet? Dat is omdat hij dan niet meer naar de pedicure durft. Dus en dan wordt het zo ernstig dat eigenlijk het probleem zo ver gaat dat de mensen dus niet meer kunnen lopen. Dus ze blijven in huis zitten, ze kunnen niet meer naar de winkel. Raak helemaal geïsoleerd. Ze kunnen geen schoenen meer aan. Margreet, ik denk dat er een heleboel duidelijk is geworden. Nog heel veel plezier gewenst in je mooi vak en hartelijk dank. Graag gedaan, dank je wel. Wist u dat de Bunschoter Boerenbeestenboel, ook wel BBBB genoemd, alweer 20 jaar bestaat? Wat ooit begon als een poging om het boerenverleden in de Dorpsstraat levend te houden, bleek al meteen een groot succes te zijn. Dit jubileum zal gevierd worden te beginnen met een jubileumavond op vrijdagavond 20 april in de Hervormde Kerk in de Dorpsstraat. Het zal een feestavond zijn met muziek, zang, gedichten en beeld. De avond zal ongeveer tot 10 uur duren. Vorige week ondertekenden VVN, Stiva, SpritsNL, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren en de Nederlandse Brouwers een nieuwe 3-jarige samenwerking. Nieuw onderdeel daarbij is dat nu specifiek onderzoek zal worden gedaan waarom mensen wel of niet Bob zijn. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan Bob in de toekomst nog gerichter worden ingezet. De samenwerking is gestart in 2001 met de introductie van de succesvolle Bob-campagne. Deze campagne zorgde ervoor dat het drankgebruik in weekendnachten in no time met 40% werd teruggedrongen. Bob groeide uit tot de meest succesvolle verkeersveiligheidscampagne ooit. Sinds de invoering is er een daling van het aantal alcoholincidenten. Zo daalde het aantal overtredens van de alcohollimiet bij verkeerscontroles van 4% in 2002 naar 1,7% in 2015. Ook het alcoholgebruik neemt af onder de groep beginnende bestuurders. Belangrijk is dat de gezamenlijke inzet optimaal wordt. En daarom wordt onderzocht wat mensen motiveert om de Bobrol te vervullen. En welke motivatie mensen hebben om dit juist niet te doen. Met deze resultaten kan de inzet van de Bob-campagneteams nog beter worden afgestemd op de doelgroep. Want het is toch not done dat er verkeersslachtoffers vallen doordat mensen met alcohol op achter het stuur kruipen?
Op 11 april vond de finale avond van het Rabobank Samen Sterker Fonds 2018 plaats in Hart van Holland te Nijkerk. 5 initiatieven streden om de hoofdprijs van 22.500 euro. 5 unieke initiatieven die elk op hun eigen wijze de regio versterken en die stonden tegenover elkaar. Waypoint uit Bunschoten, Oranjepark uit Ermelo, You're in Control, de robotschool uit Harderwijk, Students to Business uit Nijkerk en Gelukkig Ouder Worden uit Putten. Ze presenteerden allemaal hun initiatief in een korte pitch aan de vakjury. De LOS was de gehele avond aanwezig en u kunt genieten van een uitgebreide reportage. Ja, we zijn bezig, hè? Ja, volop. Wilma Veen, presentatrice en kunstenares. Ja, vanavond heb jij toch wel een beetje die leiding in handen, hè? Ja, dat is wel de bedoeling en ik ga hem ook maar pakken, want anders wordt het hem niet, hè? Maar ik heb er zo zin in. We hebben vanmiddag al geoefend. Ik heb de initiatieven gezien hier tijdens het Samen Sterker Fonds van de Rabobank. Zij hebben dit geïnitieerd en er wordt vandaag een award uitgereikt. En in totaal zal een bedrag van 50.000 euro worden uitgereikt door de Rabobank. Dus dat is wel echt toppie. Ja, zeker toppie. Ja. Ja, jij bent natuurlijk geen onbekende hier. Volgens mij heb je het vorig jaar ook al gedaan, deze presentatie. Ja, vanavond toch weer een hele andere projecten. Ja, maar dat is het leuke. Dat als ook voor de mensen die komen, dat ze kunnen zien van hey, wat gaat onze stad of ons dorp nu presenteren. En ik kan u beloven als u vanavond kijkt dat u ook echt verbaasd zult zijn. Want het zijn echt initiatieven waarvan je denkt, nou daar hebben we als economie iets aan, als maatschappij. Maar gaat ook over een stukje zorg en aandacht voor elkaar. En die mix heeft gemaakt dat deze initiatieven ook echt door de Rabobank in de finale zijn gekomen. En dat mag ook wel, hè, als je een bedrag van 22.500 euro kunt verdienen. En je krijgt het zomaar cadeau. Ja, dan moet je wel even van goede huizen komen. En ook wel echt iets kunnen neerzetten. En een goed initiatief kunnen laten zien. Ja, top dat wij hier in de, achter de coulissen en zelfs in de kleedkamer mochten komen. Je was al volop bezig. Maar hoe ziet jouw voorbereiding een beetje uit? Nou, die is eigenlijk vanmiddag al begonnen. Hadden we een doorloop van alle initiatieven. Konden we even kijken hoe we het zouden gaan doen met André Heuvelman. Hij is gastspreker, trompetist. Een paar weken geleden heeft hij opgetreden voor prinses Beatrix. En zo zal ik hem ook mogen aankondigen. En hij is zo goed. Dus het is echt geweldig om niet alleen zijn muziek te horen, maar ook om zijn persoonlijk verhaal te horen. Dat willen we natuurlijk ook, hè? Wat beweegt je? Waarom doe je nou wat je doet? Zo staan we zelf ook in het leven. Ik ook. Dat je echt nadenkt van wat doet er toe? En hoe kunnen we iets voor een ander betekenen? Hoe kunnen we met elkaar de avond mooi maken? En dat niet alleen maar omdat we heel blij zijn dat de Rabobank dit allemaal initieert, maar gewoon dat het ook mooi is om met elkaar mooie avonden te hebben. En gewoon lekker te genieten. Ja. Zeker genieten. Maar goed, dat vraagt natuurlijk ook wat van jou. Want de pitches kunnen natuurlijk allemaal volop ingestudeerd worden. Ja. Maar jij moet toch die rode draad zijn die ze allemaal weer aan elkaar knoopt. Ja, dat is waar. Dus er wordt voor mij wel enig improvisatievermogen verwacht. Dus ik ga het zien. En nou ja, gaat het mis, dan gaat het mis. We zijn er, we hebben een feest. En ik heb me wel goed voorbereid. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Ja. Veel succes. Dank u wel. Ja. Van harte welkom namens Rabobank Randmeren. U wist het misschien nog niet, maar we gaan een hele mooie avond samen beleven. En dit is een avond waarin we zullen kijken en luisteren naar 5 initiatieven. Vanuit 5 verschillende gemeentes. En ja, dan hebben we het eigenlijk over een stukje samenwerken. Succes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. 20. 1 op de 20 mensen, ook in deze zaal, is verslaafd aan drank of drugs. Dat is het landelijk gemiddelde. Ik ben Fred Nijenhuis. En ik ben hier namens Waypoint Bunschoten. Positieve verslavingszorg. Wij bieden hulp en begeleiding aan mensen die verslaafd zijn. Nu zult u misschien zeggen, er is toch al genoeg opvang voor verslaafden. Moet er dan nog wat bij komen? Wat missen we dan? Ja, het klopt. Er is hulp en begeleiding voor verslaafden. Maar wat we missen is een partij die mensen actief terugbrengt in de maatschappij. En die begeleiding is er niet. En dat doet Waypoint.
Amelius Bos, genadebank, genadebron. Ja, we staan nu in de pauze van het grote Rabo Samen Sterker Fonds gebeuren. En het is natuurlijk hartstikke spannend, want de pitches zijn net geweest. En er was natuurlijk ook een pitch van Waypoint bij. En we waren natuurlijk heel benieuwd naar de relatie van de genadebank enzovoort met Waypoint. Ja. Nou, sowieso als eerste, Fred heeft het supergoed gedaan. Echt, was wat zenuwachtig vooraf. En hij heeft net een hele mooie pitch gedaan. Er zitten toch 700, 800 mensen hier, dat is best spannend. Op zich is Waypoint Bunschoten is opgericht door Stichting Tot Helders Volks vanuit Amsterdam. In samenwerking met Stichting De Genadebron. Dus we hebben samen Waypoint Bunschoten opgericht. Vanaf het begin hebben we als genadebron gezegd, we willen er zijn voor de minder bedeelden uit ons dorp. En we willen mensen het evangelie gaan brengen. En heel specifiek hebben we daar wat doelgroepen voor geïdentificeerd. Eén daarvan is de jeugd, maar twee is ook de verslaafde. Dus vanaf het begin van de genadebron was duidelijk, we gaan iets doen voor de verslaafde. Maar het was onduidelijk van wanneer gaan we iets doen. En we geloven dat in alles wat we mogen doen, dat we gewoon gestuurd mogen worden door God. En dat gebeurt steeds op een bepaald moment dat je denkt van dat is niet vooraf gepland. En zo kwam het verzoek van Stichting Tot Helders Volks om samen te werken, om Stichting Waypoint Bunschoten op te zetten. En dat is geboren tijdens een teamdag die we hadden in Amsterdam. Waarin Fred Nijhuis uit ons team in gesprek kwam met Gert Hutte van Stichting Tot Helders Volks. En zo is de liefde en de passie geboren om Fred helemaal vrij te spelen voor dit initiatief. Dus zo, dat is het ontstaan. En verder merken we gewoon heel sterk dat verslaafden vaak meerdere problemen hebben. Dus vanuit de genadebank, minder bedeelden, daar zit vaak ook wel een probleem achter. En een deel van de minder bedeelden, daar zie je toch ook dat de verslaving een probleem is. En dan kunnen we vanuit de genadebank, kunnen we die mensen doorverwijzen naar Fred vanuit Waypoint Bunschoten. Als die mensen uiteindelijk behoefte hebben om meer van het geloof te weten, kunnen we ze via de genadebron weer assisteren om naar een goede genadeavond te gaan. Of door te wijzen naar een kerk, of door te wijzen naar alfacursus. En zo willen we een paraplu zijn in ons dorp, dat we met elkaar samenwerken. Ja? Muren naar beneden en samenwerken. Op de vierde plaats is gekomen het volgende initiatief. Laten we kijken met elkaar. Bunschoten met 90 punten. Gefeliciteerd. Kijk eens. Ja, kom maar even naar voren hoor. De cheque krijg je uitgereikt. Voor het project Waypoint. Ja, met alle bloemen. Het is ook één feestelijk gebeuren. Van harte gefeliciteerd. Ja, heel mooi. €5.000 voor Bunschoten. Een prachtig bedrag. En ga lekker staan. Neem plaats. Ja, wij willen natuurlijk weten wat jullie als jury daarover hebben besproken. Ja, op de beginslide stond al een nadenkertje. En dat is positieve verslavingszorg. Dus de combinatie tussen positief en zorg. En zorg hebben voor dan in de positieve zin ook. De wil om het op te lossen. En dat is ook iets wat van zowel de presentatie als van het hele initiatief afdruipt. We hadden wel een tip over hoe concreet is het nu eigenlijk. En wellicht heb je je eigen initiatief tekort gedaan of wij hebben heel erg slecht geluisterd. Dat er met name gefocust werd op een gespecialiseerde werkbedrijf. Daarna kwam wel een verhaal dat het wel een totaaloplossing is. En we zien ook zeer veel betrokkenheid bij de groep mensen die je graag wil verzorgen. We zien dus daarmee ook intrinsieke motivatie. En de intrinsieke motivatie die jullie hebben voor die zorg, die wil je graag overdragen aan jullie klant. Daarmee zeggen we wel, hoe borg je nu eigenlijk de professionaliteit? Want we zien ook wel dat de drijfveer, is die nu kennis of is die nu liefde? En dat zou het mooiste zijn als je liefde en kennis met elkaar kunt combineren. En volgens mij en volgens ons hebben jullie daar een prachtig mooi voorbeeld van gegeven. Gefeliciteerd, Bunschoten. Prachtig geworden, Bunschoten. En een prachtige pitch waar we van genoten hebben. Hartelijk dank. Lieve mensen. De winnaar van het Samen Sterker Fonds 2018 is geworden... Heer Hans van der Gugten, directievoorzitter. Ja, Hans, we weten dat dit jouw laatste keer is. Maar hoe kijk jij terug op die periode? Zie je toch een stijgende lijn in al die pitches? Of?
Nou, wat ik gewoon zie, we hebben nu 4 jaar achter elkaar het Samen Sterkerfonds gedaan. We hebben het net ook met de burgemeesters overlegd. En we zien gewoon steeds een stijgende lijn. En met name in dingen die concreet zijn. Waar we even af en toe mee worstelen is, moeten we het heel specifiek maken op sociaal of op ouderenzorg of op afstand arbeidsmarkt. Maar aan de andere kant vinden we het ook wel de charme hoe breed het is. En als je dan vanavond ook ziet dat we initiatieven hebben die gericht zijn dus op jeugd. En we hebben initiatieven die gericht zijn op ouderen. Ja, het laat zich natuurlijk moeilijk vergelijken, maar het is mooi dat ze allemaal in de benen komen. Allemaal in de benen komen, dat is heel belangrijk. Want ik vind ook van ook je uitspraak van ja, we hebben het natuurlijk heel veel over het geld. Maar dat netwerk erachter, hè? Ja, absoluut. Kijk, wat we gewoon zien, ook weer vanavond en ook in het voorbereiden, is dat de initiatieven elkaar heel erg geholpen hebben met allerlei dingen. En dan zie je dat ze tegen heel veel zaken aanlopen en ze gunnen elkaar ook de ontwikkeling. Want het realiseren van het initiatief is veel belangrijker dan of je nou 5.000 euro of 21.000 euro wint. Maar ook de likes op Facebook, mensen doen meer mee? Ja, absoluut. Dat hebben we gezien. Ik heb net ook aangegeven, het was van 2900 vorig jaar, wat ook al best veel is. Is het nu naar 8900 likes. En dat moet je keer een aantal doen over hoe vaak het gezien is. En natuurlijk zitten er ook dingen in het buitenland bij. Maar als je gewoon kijkt hoeveel support ze krijgen, is gewoon waanzinnig. Veel succes ook straks. Dankjewel en jullie bedankt voor je tijd. Fred Nijenhuis, Waypoint Bunschoten. Gefeliciteerd met je 4e plaats. Ja, wat had je zelf verwacht? Nou, je hoopt natuurlijk dat je als eerste of als tweede eindigt. We geloven natuurlijk gewoon in het initiatief. Waypoint is gewoon een heel mooi initiatief. En ik geloof ook echt in de kracht van het helpen van verslaafden. Dus in die zin, ik ben super blij met de prijs. En natuurlijk, je hoopt altijd een van de beste te zijn. Dat is inderdaad een beetje een flauwe vraag. Maar je noemde ook een positieve, hè? Dat is vanavond ook alles genoemd, maar een positieve verslavingszorg. Wat zit er in dat positieve? Ja. Nou, wat wij heel erg zien, en dat is ook waar we ons op richten, is op het terugkeren in de maatschappij. Mensen die verslaafd zijn geweest of mensen die los willen komen van verslaving, die vinden het vaak heel moeilijk om terug te keren in de maatschappij. Dan staan ze er vaak echt alleen voor. En daar wilden we dat positief in benoemen. Dat als mensen weer bijvoorbeeld terugkomen uit de kliniek en los willen komen van die verslaving, dat we er dan voor ze zijn. En dat we ze echt gaan begeleiden naar een veilig leven, naar een leven zonder verslaving. Leven zonder verslaving, je noemde daar ook in van ja, de kracht van werk. Ja, we zien dat werk een heel krachtig middel is. Het is vaak een middel waar verslaafden zich niet goed bij voelen. Ze voelen zich minder waardig of hebben gewoon problemen om zich aan te passen. En wat wij nou net willen gaan doen en wat we ook zien in Urk wat werkt, is dat werk, als je volhoudt en als mensen een foutje mogen maken, dus een keertje een slippetje maken, dat lat niet zo hoog ligt, je ze op een manier inzet die bij hun past, hè, op het niveau wat bij hun past, dat dan werk heel krachtig kan werken om terug te keren in de maatschappij. Die waardering is heel belangrijk. Je noemde net al Urk. Hebben jullie daar een goed referentiepunt aan? Ja, we hebben inderdaad een referentiepunt in Urk. Waypoint Urk bestaat al 15 jaar bijna. En de laatste jaren is daar een kringloopwinkel gestart, waarin ze ook echt actief verslaafden terug helpen keren in de maatschappij. En ja, je ziet, zoals ik ook zei in de pitch, dat meer dan de helft, 60% van de mensen die daar begeleiding hebben gehad, een normaal bestaan weten op te bouwen. Als je nu zegt van ja, oké, hoe gaat dan die samenwerking? Hoe kom ik, ja goed, als ik verslaafd ben, bij Waypoint? Gaat het alleen maar via de gemeente? Of? Nee hoor, iedereen die verslaafd is kan gewoon bij ons aanbellen via de website. Via mond op mond, via Facebook. We hebben gewoon een directe lijn om mensen te helpen. Wat ons betreft doet het ook niet zo te zijn dat mensen specifiek een ernstige verslaving hebben. Het kan bijvoorbeeld ook een seksuele verslaving zijn. Je bent gewoon welkom. Maar goed, de grootste problematiek ligt natuurlijk vaak bij de lichamelijke verslaving. En dat is vaak toch wel drank en drugs. Nou, ik zou zeggen heel veel succes met dit hele mooie project. Dankjewel. Woensdag 18 april 2018 houdt de plaatselijke PCOB haar voorjaarsmiddag. Na de spectaculaire paasviering, 60-jarig bestaan, belooft ook dit weer een mooie middag te worden. Het zal om 2 uur beginnen en duren tot 4:30. Als gebruikelijk is er veel samenzang. Er is medeleven met de leden, gebed, schriftlezing en een meditatie die gehouden zal worden door dominee Jan Jansen. Het thema? Een nieuwe lente, een nieuw begin.
Na de eerste pauze zal Peter den Oude een presentatie verzorgen. Het Huis van Oranje en hun muziek in de loop der tijden. Na de tweede pauze rondt hij zijn verhaal af. Voorzitter Wouterus van de Geest zal de middag afsluiten. Het is zeker de moeite waard om deze middag te bezoeken. En een ieder is dan ook van harte welkom, lid of geen lid. Het loont echter beslist om ook lid te worden van de PCOB. Het geeft veel voordeel. In Spakenburg Nu waren vandaag de volgende onderwerpen te zien. Het Rabo Samen Sterker Fonds. Interview Pedicure. U kunt nog kijken tot 11 uur. Op zondag is het programma met christelijke muziek Los op Zondag te zien. Maandag Uit de Oude Doos en dinsdag het Vrije Item. Woensdag alweer een nieuwe aflevering van Spakenburg Nu. Een mooi weekend.